In deze video gaan we bekijken hoe je een afbeelding links of rechts naast de tekst kunt plaatsen, hoe je er randen omheen kunt zetten en hoe je hoeken kunt afronden. Dat afronden van hoeken is iets nieuws in HTML5 en geeft je pagina gewoon een veel vloeiender uiterlijk. We hebben hier een pagina met een plaatje en een kleine tekst erboven. Even kijken hoe die er nu uitziet. Er zit een stijlbestand aan met een blauwe achtergrondkleur. In Notepad++ kun je met uitvoeren Launch in Chrome kun je kijken hoe de pagina eruit ziet. Oké, tekst, plaatje, niks bijzonders. We gaan er wat tekst onder zetten. We gaan deze even opslaan en opnieuw bekijken in Chrome. Plaatje en tekst komen onder elkaar te staan. Dat vinden we nou niet zo leuk. We willen even kijken hoe het eruit ziet als het plaatje links naast de tekst komt te staan. Dat kan je in het stijlbestand aanpassen. Je zet daar een regel bij voor de image tag. Je begint met de accolade openen en de eigenschap die je hier moet gebruiken is float. Het plaatje drijft als het ware links of rechts naast de tekst. We kiezen dus voor rechts, accolade sluiten, stijlbestand opslaan en eens even kijken hoe dat eruit ziet in Chrome. Het plaatje staat nu links van de tekst, maar de tekst staat wat dicht op de foto en daarom is het niet zo heel mooi leesbaar. Wat we kunnen doen is een stukje ruimte hier creëren en dat gaan we in het stijlbestand doen. Aan de rechterkant van het plaatje gaan we een marge neerzetten. Margin is een soort van kantlijn. Margin right van 10 pixels. Stijlbestand opslaan, overschakelen naar de HTML-code en opnieuw uitvoeren. Ziet dit er beter uit? Ja, dit is een stuk beter leesbaar. Natuurlijk kun je in plaats van een float aan de linkerkant ook een float right geven. En dan moet je even zorgen dat je de margin left zet. Zullen ook daar de tekst en de afbeelding weer netjes naast elkaar staan. Je moet bij de float nog wel even aan twee dingen denken. Het is belangrijk dat je in je HTML-code altijd eerst de image tag zet en dan pas de tekst die je daarnaast wil hebben, naast de afbeelding. Dat maakt niet uit of die links of rechts uitgelijnd is. Altijd eerst de image tag, want de browser gaat pas bij de image tag kijken wat de instelling is en vanaf daar begint de plaatsing. Het tweede waar je aan moet denken is dat je nu de float in het stijlbestand hebt gezet. We werken alleen nog maar met een gekoppeld stijlbestand. Dat betekent dat alle afbeeldingen op de pagina's die je hier aankoppelt, dat die allemaal dezelfde float zullen hebben. Als je dat later veranderen wilt, dus de ene wil links en de andere wil rechts van de tekst en de volgende image moet niet naast tekst, dan moet je nog even geduld hebben. Dat gaan we in de volgende hoofdstukken uitgebreid behandelen. Gaan we door naar de randen naast een afbeelding of rondom een afbeelding. Je kunt een afbeelding een rand geven met verschillende stijlen en kleuren. We zullen eerst deze eens even bekijken. Border, style, dot it en border color. Blue. En zo krijg je dus een gestippelde blauwe rand. Als je naar de site van W3 Schools gaat en je kijkt daar wat je allemaal bij borderstijl kunt invullen, zie je gelijk de verschillende stijlen als voorbeelden staan. C6 border, hier zie je ze staan. Dotted, dashed, solid, double, groove, rich, inset en outset. De borderdikte kan je ook nog bepalen. En de kleur hebben wij net gedaan. Nu gaan we even het allerleukste hiervan bekijken en dat is de afgeronde hoek. We pakken de border weer, maar in dit geval heet het de border radius. En dat is een straal. Hij rondt af met een straal van bijvoorbeeld 25 pixels. In dit geval heb je niet opgegeven welke rand het moet zijn, dus welke hoek van de afbeelding. Dat betekent dat alle hoeken hier afgerond zullen worden. We gaan hem even opslaan en bekijken.
Je hebt hier afgeronde hoeken. Je kunt het eigenlijk met alle stijlen doen. De ene stijl zal wat mooier zijn dan de andere. Uiteraard kun je ook alleen afronden en geen kleur of stijl eromheen zetten. Als je nu alleen maar één hoek wil hebben, dan ga je bij border, tussen border en radius, kun je zeggen dat je het over de top linkerhoek hebt, top left. Zo heb je uiteraard ook top right, bottom left en bottom right. Dus kijken wat die doet. En je ziet dat hij nou alleen de linkerbovenhoek heeft gepakt. Nou, hier kan je uiteraard ontzettend veel combineren. Als je nou alle hoeken wil, maar je wil ze in verschillende maten afronden, kun je het volgende doen. Je zet de border radius en dan geef je de vier maten achter elkaar op. De eerste zal altijd zijn voor de linkerbovenhoek, de tweede voor de rechterbovenhoek, dan heb je de rechteronderhoek en dan de linksonderhoek. En hier zie je dat de hoeken de verschillende maten hebben. Ik wens je heel veel plezier in het spelen met deze CSS-stijlen.